Ik ben vandaag blij dat ik hier zit met allerlei mensen. Een stuk touw, een houten paal en een mand, drie losse dingen. Je zou zeggen, wat moet ik daarmee? Maar die combinatie is van een heleboel mensen van levensbelang geweest. Mensen die in de Biesbos woonden. En ook in de Tweede Wereldoorlog hebben deze drie attributen een hele belangrijke rol gespeeld. Het stond kant en klaar in de Biesbos. Het is afgebroken en vandaag is er een burgerinitiatief ontstaan, was al eerder. Maar vandaag is het officieel dat weer een paal, een mand en een stuk touw in ere hersteld wordt. We nemen u graag mee en we maken een verslag. Soms werd de mand gehesen, want iemand moest naar het vasteland. De mand. Vaak schreeuwde men op luide toon. De mand. Je had toen nog geen telefoon. De mand. Ja, uren wachten was gewoon. Dat was een vast cultuurpatroon. De mand. Gevaarlijk soms de korte reis. In storm of sneeuw of krakend ijs. De mand. Wim Vos de veerman, eigenwijs, betaalde soms een hoge prijs. De mand. Mensen hier uit de Biesbos, die vertrouwd zijn met de Biesbos, die zeggen jongens, we missen iets. En dat is de mand. En op een gegeven moment zegt Jan Reus, Rinus, heb je al gezien? De mand is gebroken. Tony Diepstraat belt op. Rinus, kunnen we niks organiseren? De mand is gebroken, moeten we wat doen? Op een gegeven moment is Jan Reus, wij zeggen Jan, 1 mei moeten we die paal neerzetten. Dus we zijn naar Jan Reus gegaan, hebben een paal uitgezocht en naar Tony gebracht. Bram den Dunne, onze dorpstimmerman, heeft er zijn oog op laten vallen en gezegd wat er aan moest gebeuren. Toon Diepstraat heeft daar iets prachtigs aan gemaakt, gesmeed. Leo de Been heeft een mand ter beschikbaar gesteld. En ik heb een aantal mensen bereid gevonden om vandaag mee te varen om getuige te zijn van deze mooie happening. Ik wil toch graag even het woord geven aan Jan Reuser, die iets vertelt over de mand. De geschiedenis van de mand. Wat betekent eigenlijk die paal? Dus er zal ergens een beetje vastgelegd moeten worden wat die paal even betekend heeft. Want niemand realiseert zich nog dat vroeger mensen hier in de Biesbos gewoond en dat gewerkt wordt. Het had wel een bepaalde symboliek natuurlijk, want het gaf toch de verbinding tussen, zoals je hier vanuit de Biesbos noemt, de vaste wal en de Biesbos. Je had een punt waar je naartoe kon lopen. Als je de mand omhoog had, dan kwam de veerman en die kwam je ophalen. Of andersom, hij bracht je ook hier naartoe. Je ging dan via het veer en dan liep je hier kilometers over dijken heen naar je bestemming. En dan nemen ze mee, ongewapend. En we nemen ze mee naar Sint-Toortje van Sint-Jan. En daar staan onze vrienden. En die staan plotseling op en die zeggen, handen hoog. En toen hebben ze die Duitse soldaten hebben ze ontwapend. En we dachten, wat moeten met die Duitse soldaten? Ze konden ze niet door laten gaan, want er kwam een represaille natuurlijk. Wat hebben ze gedaan? Die hebben ze in een boot gezet, in een aak. En ze hebben gedacht na 5 of 10 september, nou, morgen is de oorlog afgelopen. Maar dat heeft toch tot 4, 5 november geduurd. Heer, wij hier bevrijd waren. Dus die mensen, die soldaten, die 75, hebben al die tijd, hebben ze hier in die aard gezeten. Met alle ellende van die. Dat gaan we filmen op 8 november. Als we geld hebben, gaan we dat doen. Ik heb nu 2 regisseurs gevonden die het script gaan bewerken. Producenten die gaan filmen. Maar er komt ook een mooie scène hiervoor in. Dat een Duitser deserteert en komt hier bij de mand. Samen met een meisje wat insuline tekort heeft, wat ze gevangen hebben genomen. En ze willen samen over. Maar de mensen van de binnenlandse strijdkrachten die zeggen, die Duitser blijft hier. Die mag niet mee. En die moet dan weer terug. Ergens dat gebeurt hier. Dus hij gaat ook in onze film een rol spelen. Daarom ben ik blij dat de mand nu vandaag er ook staat. De Rabobank Clubkastcampagne opgestart. 222 verenigingen hebben zich daarvoor aangemeld. Uit het werkgebied van de Rabobank. Dat is dus ook Oosterhout, Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geert en Meren. Maden te rijden, wagen omhoog van de effect. Maar de leden van de Rabobank hebben ze allemaal een briefje thuis gehad, een paar weken geleden. Met die lijst van 222 verenigingen, met het verzoek om te stemmen op 1 of meerdere verenigingen waarvan zij vinden, nou die mogen wel wat geld hebben. Je mocht 5 stemmen uitbrengen als lid, waarvan 2 maximaal op 1 en dezelfde vereniging. Een kleine 4000 leden hebben dat gedaan. Er zijn ruim 16.000 stemmen uitgebracht. En de gelden zijn nu verdeeld. En ik kom jullie het geld brengen wat toegedacht is aan dit prachtige initiatief. Wel tevreden toch, hè? 288
Wauw. Ik heb je gewaarschuwd. En applaus. Ja. Een beetje omhoog, een beetje een stick van ons. Rinus, de paal staat en de mand hangt. Tevreden? Ja, natuurlijk is een mooi festijn vanmiddag toch, met mooi weer. Allerlei mensen die zijn opkomen dagen, de kranten, Omroep Durmelen, vrijwilligers, die hebben meegewerkt. Het is een fantastisch burgerinitiatief. Ja. Wie heeft er allemaal aan meegewerkt? Nou, Jan Reuser, die heeft de paal, Jan Reuser, Tony Diepstraten, Leo de Been. Een aantal mensen die gezorgd hebben dat deze paal hier natuurlijk terecht kan. Het heeft natuurlijk een hele geschiedenis en ik zag zo toch dat de mensen toch wel een beetje emotioneel waren. Terecht? Ja, zeker zo'n Jan Reuser. En Toon Diepstraten. Jammer dat Toon Diepstraten zelf thuis is moeten blijven. Hij moet bij zijn boten zijn. En dan heb je Annie Vos. Annie Vos is de vrouw van Wim Vos. Die vroeger ook hier als veerman dienst deed. Jammer dat ze oud is dat niet bij kon zijn. Maar ze vond het wel best een emotioneel moment dat toen ik zondag haar ging vragen. Ja. Maar ze kon niet mee. Jammer, anders was ze er ook bij geweest. En het gaat natuurlijk ook een spot worden in de film. En ik hoop dat die er komt. Ja, ja, die film dat probeert. Dus die speelt deze, die man speelt een rol in de toekomstige film. Hè. En het zou natuurlijk eerst de bedoeling zijn om regionaal te doen, ja. Maar misschien ook nog landelijk? Nou ja, ik heb nou regisseurs uit het land en bekende regisseurs en die willen toch landelijk trekken, ja. En dan gaan we internationaal. En dan? Ja, nee, maar weet je wat is, je moet wel betrekkelijk zijn. Je krijgt nooit voldoende geld om het zwartboek na te bootsen, dat kan niet. Dus nee, we doen het met bescheiden middelen, maar ik weet wel dat mensen uit Amsterdam zien dit helemaal zitten, die regisseurs daar. Dat is een bekende, Terstal is een bekende regisseur. En die gaan nu het script bewerken deze maand. En de film staat eigenlijk in de stijgers. Iedereen doet mee. Ik heb 80 tot 100 spelers en figuranten. Dus. En de subsidiepotje? Ja, dat is nog heel weinig. Maar dat gaat nu gebeuren, omdat men vond het eerst lokaal. Maar nu zijn er ook bedrijven die crossingstochten gaan organiseren. Het Park Sap Nationaal Park, de Biesbos. Met de provincies Zuid-Holland en Brabant hebben ook een steun betuigd. De burgemeester van alle gemeenten rond de Biesbos zit allemaal in het comité van aanbeveling. Nou ja, wat... Iedereen moet zijn netwerk natuurlijk aanboren. En ik wens alsjeblieft dat iedereen hier opkomt en je steunt. En misschien win je nog wel eens een filmprijs in Cannes. Ja, misschien. Maar we gaan toch proberen wat crowdfunding te doen. Dat wil zeggen, iedereen die zo'n nu inschrijft, over een tijdje, die kan van 15 euro inschrijven, dan kan hij een dvd krijgen. Dus, en zo worden we natuurlijk ook gesteund, want zo moet je het ook doen. Hè? Je moet ook zelf wat geld genereren. Ik wens je heel veel succes en iedereen met je. Dankjewel, Rinus. Dankjewel, mooi hier. We houden hier de mand en doop. De man. Ze geven je houvast en ook hoop. De man. Heb je verdriet of grote pech? De paal die wijst jou de goede weg. De man.